Dat was nou echt een lekkere studentenhit om te zingen. Studentenhit, want het is donderdagavond, dus... Lia zei eigenlijk gelijk ja toen ik vroeg of ik deze avond met haar mee mocht. Ze had wel één voorwaarde, of eigenlijk twee. Nee, drie. Ik zou fietsen en zij mocht dus achterop. We zouden geen telefoonnummers uitwisselen en ik zou iets bijzonders van deze reportage maken. We hadden al snel een deal. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten. Lia studeert innovatiemanagement en neemt me nu mee richting Laura, ook een studente. In de kamer van Laura treedt de band Chinese Taxi Driver op. Volgens Lia is dat een enorme relaxte band. Laura, ik hoop dat iemand is, hè? Hallo. Ja, we komen voor de Chinese Taxi Driver. Ik heb hem. Oké. Wacht even, controle. Hoi. Hoi. TV Rijnmond hier. Ja? Is mij gezegd dat er bier is? Ja, dat klopt. Laura, hoi Jos, TV Rijnmond. We zijn met Lia mee, die begeleidt ons. Ja, nou wel. Zullen we gelijk maar even een goede vraag stellen? Waarom ben jij in hemelsnaam die camera aan beschikbaar aan het stellen voor zo'n avond? Nou ja, dat is toch hartstikke gezellig. Dat is de kans om een vent juist te krijgen. Uitgenodigd voor zo'n festival, dan hoor je wat het ongeveer inhoudt en, wat, ja. En waarom kies je dan voor om het te doen? Nou, wat voor ons natuurlijk heel leuk was, is dat het een kleine setting is en dat het een intieme sfeer is. En wij maken, laten we het noemen, semi-akoestische muziek, dus we kunnen flink uitpakken, maar we kunnen het ook wat kleiner houden. En dit is natuurlijk een hele mooie plek om te zien, om die interactie te zien tussen het publiek zo dichtbij en onze band. Nou, Lia, was toch... Naar mijn bescheiden mening aardig, toch? Ja, een prachtig optreden. Zo uniek dat je er dus helemaal dicht op zit. En mooie muzikale jazz. Ik heb erg genoten. Ik moet het toch proberen. Ik weet alleen niet. Lia studeerde ooit Ruslandkunde en woonde zelfs even in Rusland. Ik vertel haar dat mijn vingers eraf vriezen. Zij heeft het niet koud. Volgens haar was het in Rusland veel kouder. Ze dronk in die tijd veel wodka. Lia zegt dat ze alleen nog maar haar scriptie hoeft te schrijven. En dat ze dan klaar is met haar studie. Misschien gaat ze verder studeren. Ze weet het eigenlijk nog niet. We gaan naar een dansvoorstelling, Low Lux. Het is bij Bastiaan thuis. Een dansvoorstelling. Nee, daar word ik warm van. Dan ga ik liever terug naar de Russische wodka van de. Lia verzekert me dat het hartstikke gaaf gaat worden. Low Lux bij Bastiaan. Hoi Bastiaan. Hoi. Gezellig, een hele relaxte sfeer. Het is voor ons nog steeds heel spannend natuurlijk, maar mensen zijn zo, lopen een beetje hier, lopen een beetje daar, een beetje bier drinken. Ik vind dat wel gezellig. Ja. Lia vond de moderne dansvoorstelling heel gaaf. Ik vond hem stiekem ook wel aardig. Het Studentenkamerfestival eindigt voor mij hier. Lia gaat alleen verder. Studenten kunnen uitslapen, arbeiders moeten vroeg op. Bij het afscheid nemen besef ik ineens dat ik haar achternaam niet eens weet. Van Vliet. Lia van Vliet. Yes. Dag! Zo, die is weg.